Lieve mensen, welkom bij Horatius, satire 9 uit boek 1, regel 20 en verder. Horatius wordt echt een beetje wanhopig, omdat die man niet met rust laat. Wat lezen we dan? De mittau ricolas ut iniquae mentis acellus cum gravius dorso subiet onus. Ik laat mijn oortjes hangen. De mittau is natuurlijk naar beneden sturen, oftewel laten zakken, laten hangen. Ut iniquae mentis acellus, zoals een ezeltje, een verkleinwoord van asinus, ezel, dus zoals een ezeltje, iniquae mentis, letterlijk van een onwillige geest, met een onwillige geest, een genitief is van eigenschap, genitief is qualitatis, oftewel een koppig ezeltje, zoals een koppig ezeltje, wanneer hij letterlijk sub iris onder iets gaan, dus op zich nemen, wanneer hij een onus, een last, hier een gravius onus. Gravis is zwaar. Gravius is een comparativus, dan onzijdig. Dus een zwaardere last, maar hier zwaarder dan wat? Nou, zwaarder dan redelijk is. Dus eigenlijk beter gezegd een te zware last. Wanneer hij een te zware last op zijn rug heeft genomen. Dorso is een dativus hier van dorsum, en dat betekent rug. Dus wanneer hij een te zware last op zijn rug heeft genomen. Hoezo oortjes laten hangen? Nou, dat is dus heel goed te zien. Als je deze schilderij bijvoorbeeld kijkt, kun je gewoon googlen. Als een ezel een te zware last heeft, of om wat voor andere reden ook niet wil, dan gaan die oren zo plat. Nou, even leuk inzoomen. En dan kan je, nou, zoals jullie misschien wel weten over ezels, doen wat je wil, maar dan komt er geen beweging meer in. Ook als hij moe is, dan krijg je dit soort gedrag ook. Nou, bij Horatius is niet per se zo dat er geen beweging meer in komt, maar hij laat in ieder geval zijn oortjes hangen en hij vertoont tekenen van vermoeidheid hiervan. Dit is natuurlijk een vergelijking met dat ezeltje, en dat is hier een heel duidelijk stukje vergelijking, maar hij zegt ook over zichzelf, ik laat mijn oren hangen. Nou, dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld, dat hoort eigenlijk in die vergelijking thuis, dus is het hier een metafoor. Niet echt, het is beeldspraak als het ware. Incipit ille, een alliteratie uit, maar het betekent hij begint. Dus ille, hij begint te spreken. Ille is die andere man natuurlijk. Hè? En wat zegt hij dan? Si bene me novi, non viscum pluris amicum, non varium facies. Als eerst mijzelf dus bene, bijwoord van bonus, goed, novi, ken, het perfectum van noskere, noskere was leren kennen, het perfectum daarvan is novi, weet je nog, zoals ik eerder in het filmpje al, in die eerder filmpje. Dus als ik mezelf goed ken, dan zul jij, dit is het futurum van vaker, de jij-vorm, dan zul jij viscus niet als een vriend van meer waarde beschouwen, en ook niet varius. Hoe werkt dit ook weer? Amicum vaker is iemand als vriend beschouwen, puntje als vriend beschouwen, dat is in dit geval dus viscus. En pluris is weer een genitieve kwaliteit, is ook een comparatief, hebben we ook eerder in een ander filmpje gezien, hier kort voor, twee filmpjes geleden geloof ik, betekent van meerwaarde. Dus zul jij viscus niet als een vriend van meerwaarde beschouwen, ook niet varius. Uiteraard zijn die twee zinnen, waar twee keer ongeveer hetzelfde gezegd wordt, maar met een andere naam erin. Dus in het eerste gedeelte heb je facies ook nodig. Hè? Non viscum pluris amicum facies, dat is een ellips dus. In het tweede gedeelte heb je pluris amicum ook nodig. Non varium pluris amicum facies, dus dat is hier ook een ellips. Deze twee woorden zijn aan elkaar zijn zinnen met elkaar geplakt met een asyneton, met een comma. Dus dat is een asyneton, zei ik al. En het is natuurlijk een anafoor, want hier is het non en hier is ook non. Een beetje parallel bijna ook wel, want het is non varium, non viscum, natuurlijk zeker die naam. Wie waren die twee lui ook weer? Nou, varius hebben we ook in Horatius Satire 1.5 gezien. Dat was een vriend van hem, een dichter uit de kring van Mecenas, waar hij ook toe behoorde. En viscus was ook iemand uit die kring van Mecenas. Het waren allebei goede vrienden en collega's van Horatius. Maar hij zegt dus over zichzelf, hè, als ik mezelf een beetje ken, hoe ik mezelf inschat, dan zul je mij zelfs nog belangrijker of betere vriend vinden dan die viscus en die varius. Hoezo dan? Nou, dit. Nam quis me scribere pluris aut citius possit versus. Want wie
possit, cognitivus potentialis presens, dus van er van possen, kunnen, hier dus zou kunnen, potentialis betekent mogelijkheid, hè. Dus want wie zou kunnen, scribere, schrijven, pluris versus, pluris staat voor plures, dus accusatief meervoud, dat is een beetje dialectdingetje, soms heb je dat nou in poëzie. Dus meer versen, accusatief meervoud hier ook, versus, want dat komt van de vierde groep, dus van de groep van portus, vercercitus of zo, dus accusatief meervoud oes. Want wie zou er meer verzen kunnen schrijven? Mee. En deze ablativus hier is een ablativus comparationis. En geeft aan ablativus van vergelijking. Zou je normaal gesproken ook kunnen lezen met quam ego, dus dan ik. Maar je kunt het gewoon vertalen met dan. Hè. Dus, want wie zou er meer verzen kunnen schrijven dan ik? Aut-Kitius, of sneller verzen kunnen schrijven dan ik. Kitius is een comparativus bijwoord, zoals we al eerder gezien hebben ook wel. Dus op snellere wijze. Dus wie zou er meer of sneller verzen kunnen schrijven dan ik? Nou, dat vindt hij zichzelf natuurlijk heel cool dat hij dat kan. Hè? Hij ziet zichzelf als een soort van hele geniale, getalenteerde sneldichter. Maar dat is niet Horatius' stijl. Als we Horatius een beetje kennen, dat doen we, want hij heeft ook zelf geschreven over wat poëzie is en hoe goede poëzie in elkaar zit. Dan moet je niet gewoon heel erg veel, soort van, ja, een beetje smerige vergelijking, maar ik vind het wel mooi. Verzen diarree uit. En weet je, gewoon hop, nog een versje. Gewoon Sinterklaasrijm en dat soort dingen. Maar dan moet je elk vers moet je heel lang over nadenken. Puur op schaven dat het perfect is geworden. En he, dus niet per se heel veel, maar beter weinig en gepolijst. Niet snel, maar juist langzaam. Dus goed, deze man die schat Horatius compleet verkeerd in. Maar hij is lekker aan het opscheppen in ieder geval. Niet alleen schrijven, maar ook. Quis membra movere mollius. Moet je bijdenken. Possit, ellips. Wie zou zijn membra, zijn ledematen, accusatief meervoud van membrum, mollius, is weer zijn comparatief bijwoord, zoals Kitius ook had. Kitius komt van kito, mollius komt gewoon van mollis, denk letterlijk zacht. Dus op zachtere wijze, op charmantere wijze, kunnen moveren, bewegen. Hij zegt dus eigenlijk, dat die heel erg goed kan dansen, als het ware. Uiteraard, vergeet te zeggen, dit zijn natuurlijk retorische vragen allebei. Hè. Een retorische vraag is altijd de stelling in vorm van een vraag. Wie zou meer en sneller versen kunnen schrijven dan ik? Oftewel, hij bedoelt te zeggen, niemand kan het beter dan ik, als het ware. Hè. Dus ik ben de beste daarin. Hier, wie kan beter dansen? Oftewel, ik kan best dansen van allemaal. Dat is eigenlijk de stelling die erin verstopt zit, een retorische vraag. Het is alliteratie, membra movere mollius, expres natuurlijk, en het is een enjambament, waardoor mollius extra aandacht krijgt. En hij is nog niet helemaal klaar met opscheppen, invidiat quod et Hermogenes, ego canto. Een beetje rare volgorde, dat maakt ook interessanter dit zinnetje natuurlijk, ook voor het in poëtisch opzicht. Maar je moet in Nederlands zo zeggen, ego canto, ik zing, quod, dat wat, dat is relatief met ingesloten antecedent, wat zelfs Hermogenes zou benijden. Of waarop zelfs Hermogenes jaloers zou zijn of zou kunnen zijn. Dit is een cognitivus presens, zie je aan de A van invideren, dus jaloers zijn op, benijden. En deze komt na quod of bij quod. En dat geeft dan, zo eerst hadden we gezien een ander voorbeeld dat het een doel aangaf. Hier is het een definitie. Van wat zing ik nou allemaal? Nou, ik zing dingen waar zelfs Hermogenes jaloers op zou zijn. Of zou kunnen zijn. En je merkt, ik neem dezelfde soort vertaling als bij een irrealis of bij een potentialis, maar met zou of met zou kunnen. Maar het geeft in ieder geval een definitie, dat is waarom de reden waarom die gebruikt is. Dus hij zegt ook nog eens een keertje, ik kan heel goed zingen, want Hermogenes was een eigenlijk vrij beroemde zanger. Maar je moet weten, dit werd dan niet heel erg gewaardeerd door Horatius. Membra moveren, de dansen, was voor een Romeinse van stand, een beetje geleerde, opgeleide Romein, was ook al niet een heel erg eerbare bezigheid. En die Hermogenes was een beroemde zanger, maar het is een Griek, om te beginnen. En was het blijkbaar ook niet een heel erg per se een geliefd iemand of zoiets dergelijks, want bam, hier is het moment dat Horatius echt niet meer tegen kan. Zo zei je al, over Hermogenes gaat beginnen, oh mijn god, wat nu? Dan moet je onderbreken. Interpellandi locus hic erat. Hier was de plek om te onderbreken. Terwijl dit was het moment om te onderbreken. Interpellandi is een gerundium, letterlijk van het onderbreken. Genitief is als het ware van het hele werkwoord eigenlijk. Het hoort bij locus. Wij kunnen het gewoon vertalen met om te.
Hij vraagt, estimi mater, cognati, qui te salvo est opus? Is er voor jou een moeder, oftewel heb jij een moeder? Hier een lips van sunt tibi cognati, zijn er voor jou familieleden? Quis voor wie opus est, het nodig is, te salvo. Letterlijk jou ongedeerd. Oftewel, voor wie jij ongedeerd nodig bent. Oftewel, voor wie het nodig is dat je ongedeerd bent. Een beetje wat vrijer vertaald. Met opus heb je altijd eventueel een dativus voor wie iets nodig is. Een ablativus wat er dan nodig is, als het ware. Enerzijds moet je niet ergens zijn of zo. Moet je niet ergens naartoe. Wat ga je nou met me mee? Moet je niet iets gaan doen of zo, als het ware? Maar het zou ook een dreigement kunnen zijn, hè, van, jongen, als je nou niet je mond houdt, ik sla je helemaal in elkaar, want ik kan er echt niet meer tegen. Maar heb je niet een moeder of een vriend of een familieleden die willen dat je ongedeerd blijft? Ja, dus hou je kop in godsnaam. Laat me gewoon met rust. Dus het is een hele gesophisticated, in het Engels, sophisticated, dus best wel een mooi doordachte manier om iemand een beetje te bedreigen of weg te sturen, hè, door te wijzen op zijn familieleden. Maar het antwoord is weer niet wat Horatius verwacht. We zijn nog niet helemaal klaar. Haud mihi quisquam. Voor mij, haud quisquam. Helemaal niemand. Haud is helemaal niet, hè. Quisquam is iemand. Is helemaal niemand. Dus ik heb helemaal niemand. Ellips is daar natuurlijk van est, hè. Haud mihi quisquam est. Ja, voor mij is er helemaal niemand. Ik heb helemaal niemand. Omnes composui. Zoals we hier plures hadden, hebben we hier ook omnes in de uitdrang is, maar het is wel accusatief meervoud. Dus ik heb allen letterlijk bijgezet of zoiets dergelijks. Net zoals wij iemand in de graf kunnen bijzetten. Oftewel, betekent hier begraven. Ik heb allen begraven. Ik heb ze allemaal begraven. Ze zijn allemaal dood. En dan, hoe reageert Horatius daarop? Felices. De gelukkigen. Nunc ego resto. Nu ben ik over. Ja, resteren. Nu resteer ik. Dus hij noemt die familieleden van die man, dus die allemaal dood zijn, noemt die gelukkigen. Waarom? Omdat die af zijn van zijn geklets. Van zijn eindeloze gewauwel. En dan een beetje cynisch zegt hij, poeh, nu ben ik nog over. He, dus je kunt mij binnenkort ook wel opvegen van de grond, want ik ben de volgende aan de beurt. Als je zo doorkletst, dan ben ik de volgende die het loodje legt. Die het hoekje omgaat, enzovoort. Dat is wat Horatius zijn reactie er is op is. Maar hij is nog niet helemaal klaar, maar dat zien we in het volgende filmpje, hoe die daarin verder gaat. Tot dan.